ook met een nieuwe vlog. Een ochtend via weer, een ochtend via weer, een beatbox. Er komt echt beatbox aan. Misschien zometeen of vanmiddag of vanavond. Moet ik even kijken. Maar gewoon druk en ik heb gewoon even geen energie in de beatboxen. Goedemorgen. Goed slaap vannacht. Ga even lekker in de gel. Mijn koffie. Koffie. Wil ik die kop zelf wassen? Overleden. Super leuke avond gisteren. Ik ga net vast. Sla ik naar Jan toe, vriendin, Ede. Het is goed, ze komen moeder zo meteen bellen of appen dat ze eraan komen. En we samen met de burger hebben eigenlijk nieuwe brilglazen kopen. Wat nodig. Dan hou ik het ook beter kunnen zien. Ik heb de zin naar de burger toe te gaan. Dat is echt hard nodig. Ik zie steeds slechter, dat meen ik echt. Goed slapen vannacht. En lekker doorslapen. Het is nu 10:30, ben net wakker. We hebben kleren ook aangedaan. Leuke trui, wat ik leven heb gekocht. Leuke broek, leuke sportschoenen. Lievelingsschoenen. Ik ga eens even kijken of ik nog een belangrijke mailtjes heb. Hoe stond ik het wachtwoord veranderen op Twitter? Dus ik heb een nieuwe aangemaakt. Nu kan ik weer Twitter en ik ben pas van Twitter af, afgeblokkeerd. Omdat ik te grof was met Twitter of zo. Ja, Twitter. Ja, Wagaboy. Of Wagaboy. De Xbox One. Review. Even kijken, jongens. En ik wil gezien trouwens, ik kan gelezen dat stukje. Ik wil FIFA 18 en krijg 5% korting. Oh? Ik kan FIFA 18 kopen en krijg 20% korting. Ik ga het erover hebben. Van het weekend wel een FIFA 18 gaan halen. FIFA 17 is een heel mooi spel, maar FIFA 18 is mooier. Dus ik wil heel graag FIFA 18 gaan halen. Ik hoop dat het goedkoop kan. Nog een paar spelen erbij, dus dat komt goed. Even kijken, even naar Facebook. Maar ik heb dus een goede nacht gehad. En medicijnen genomen 8 uur. En hij deed het goed. Dus. Ik heb heel veel zin in vandaag. Het is weekend, ook vakantie. Ach, wat leuk, mijn vriendin heeft een nieuwe wol gekocht, kiek. Houd hem bij een haken. Vindt ze heerlijk. Dus ik ga vanmiddag naar Rian toe. Ik voel in. Even chillen. Ik ga uitrusten van de afgelopen werkweek en alles wat is gebeurd vorige weekend. En gewoon lekker relaxen. Ik heb zo nu een bericht van mijn moeder aankomen. Om naar Pearl te gaan. Ik ga mezelf bericht. Anders ga ik even appen hoe nu laat ze komen. Ik zal nu een brilglaas kopen. Van de Rian toe. Naar Eden. Daar blijven eten. Lekker gezellig een middag mee hebben. Lekker chillen. Lekker samen zijn. Gaan we samen in de Wageningen toe. Hier uitrusten, relaxen en tv kijken in mijn kamer en gamen, FIFA 17 en zo. Dan morgenochtend uitslapen en dan morgenmiddag in de randtijd toe. Met een tas en. Nee, geen werk meer, dat hoeft niet, ik hoef maar niet te werken. Ik heb vakantie, jongens, super chill.
Ik ben heel blij mee. Ja. Het voelt zo raar aan. Het is geen weekend, maar het is gewoon vakantie. Een week vrij. Ik heb lekker uitslapen, dus dat is mooi. Ik neem even mee naar de mop van vandaag, want ik sta op de klets, hè. Dat is er bij de kerst. Als ik koffie drink, kan ik 's nachts niet slapen. Bij mij is het juist andersom. Als ik slaap, kan ik koffie drinken. Ah, we hebben onze Remco. Goedemorgen, jongen. Morgen, Remco. Morgen. Zo, zie jij netjes uit. Wat ga je doen? Dank je. Succes. Bij de dinges. Wil ik aan het beeld zetten? Heet dat, jong. Ja. Waar ga je werken dan? Oude dinges. Ja, dat is keel. Hé, hey, ik zie je vanavond weer, hè? Yo. Yo, fijne dag. Yo. Yo. Dat is een wijze keel, joh. Goedemorgen, man. Ga ik het even neer? Eerst even de kop zo vast, dan kom ik er niet meer toe. Dus is de gast daar een pleitje voor de van voor de vergunning. Ik ga het als een kanaal. Ik ben al in Italië, dus heb ik zo vroeg. Dat was heel 8 maanden. Maar ik is al een voorwerp gehad. Maar dat was dat. Ik heb gedaan van de week omdat ik erg druk was in mijn werk. Ik heb eigenlijk een boodschap kunnen bekijken. Zo, die kan uit. Ga ik nu even aanvast, Otto. Ik dacht, ja, maar vier koppen zijn wel een stil. Nee, zes. Ja, toch? Kan het wel. En, ja, voor de rest gewoon lekker chillen. Als je naar het Remco gaat, dus werken. Op een zaterdag, vind ik ook bijzonder. Dat was een netje. En ja, ik ga zo lekker even ontbijten. Nee. En klaarmaken. Mijn moeder kan zo reageren. Nou, ik zet één laatste kopje neer en dan ga ik mijn moeder even terug hebben, want die heeft net gehuild. Ik zou zeggen. Hele fijne middag, fijne dag. Doe ik allemaal, blijf zitten. En ja, dit is een ochtendvideo, maar ook een vlog. Dus vergeet niet te abonneren op het kanaal en duimen of je het leuk vindt, dat zou ik top vinden. Zie ik me voor een volgende video. Ciao, fijne dag.